Trainersvisie 21 vandaag met Willem Leushuis, de trainer. Willem, ook genoten van die fantastische bekerfinale? Met name de eerste 20 minuten heb ik aardig genoten. Ja, ik vond AZ fantastisch goed spelen. En ja, je ziet toch door de individuele kwaliteiten van Wolleswinkel dat de wedstrijd daardoor beslist wordt. Inderdaad. Hey, terug naar afgelopen zaterdag. DVS heeft kostbare punten laten liggen. In de krant lees ik oorzaak Koningsdag. Was het volgens jou de reden of slechts een zwak excuus? Nou, ik denk niet dat we kostbare punten hebben laten liggen. Ik denk dat we een kostbaar punt gewonnen hebben. Oké, dat is de interpretatie van jou is anders daarin. Ja, bij mij is de klas altijd half vol. Ik denk dat je kon wel zien dat onze ploeg toch wat minder fit oogde en minder scherp oogde als anders. En ja, toch zeker 3-4 spelers denk ik dat die toch minder met de wedstrijd bezig zijn geweest met betrekking tot de voorbereiding. Als spelers gesproken, hoe kijken hun terug op die wedstrijd? Zij moet ik zeggen op die wedstrijd? Nee, we gaan dadelijk nabespreking doen. Oké. Je zegt al aan, wat zag je bij de tegenstander wel, wat je bij jezelf miste? Je zag de fitheid. Hoe kan het bij hun dan wel zijn dat ze iets fitter zijn? Nou, ik denk dat het voornamelijk ook tussen de oren zat. Zij spelen natuurlijk om niet te degraderen. En dat is toch een heel ander soort druk als weer druk om bovenin mee te blijven doen. En dat verschil zag je wel, denk ik. En dat uitte zich met name, denk ik, in de beleving. Maar ook de ruimtes tussen de linies, het aansluiten, het omschakelen. Ja, en een mooi voorbeeld was natuurlijk het eerste doelpunt dat we tegenkregen. Ja, dat was heel vlot. De bek die even stond te slapen, zei de trainer van de tegenpartij. Nou, nog niet zozeer de bek, maar er stonden wel 3 mensen te slapen, denk ik, met dat doelpunt. En daardoor speelden wij in hun kaart, omdat zij natuurlijk dan nog compacter gingen spelen. Ja, en als wij dan heel laag baltempo hebben, een zomeravondbaltempo, in plaats van een hoog tempo en doorbewegen en coachen op de goede benen inspelen en diagonale ballen en noem maar allemaal op. Ja, dat verzuimden we allemaal. En dan speel je tegenstander niet kapot mee natuurlijk. En die konden rustig achterover liggen om het af te wachten wat er gebeurde. En vanuit de omschakeling heel gevaarlijk te zijn. Nu op naar Lisse. Je geeft aan dat spelen uit makkelijker dan thuis. Hoe verklaar je dat? Nou ja, ik denk dat de tactiek die wij spelen met het elftal wat wij hebben, met de kwaliteiten van de spelers die we hebben, dat het makkelijker is als wij tegen een tegenstander spelen die ons team in elkaar drukt als een soort harmonica. En vanuit daar dat kunnen wij heel goed vanuit de omschakeling spelen en daarom hebben we zoveel punten gehaald. Op het moment dat wij na 10 seconden met 1-0 achterkomen en de ruimtes groter moeten laten worden en zelf het initiatief moeten nemen, ja, dan krijgen we het een beetje lastiger. Dus ik verwacht tegen Lisse dat het dan ietsje makkelijker in de organisatorisch vlak zal zijn. Hoe belangrijk is winnen van aanstaande zaterdag tegen Lisse? Nou ja, daar kun je allerlei scenario's op loslaten. Ik denk dat als je niet verliest, dat je dan al goede zaken doet. Er kan alles gebeuren. Ik zie hier, kijk, Volendam die wil iets rechtzetten tegen Rijnvogels verloren. Die moeten naar IJsselmeervogels, die gaan zeker nog wat doen daar. Die laten zich niet zomaar afslachten. Volgens mij Rijnsburgse boys en Volendam, ja, die zijn allebei toch wel een beetje uitgeschakeld door die resultaten. Dus het gaat uiteindelijk toch tussen IJsselmeervogels en ons, denk ik. Ja, en dan moeten we natuurlijk zelf de punten pakken. Maar ik denk met 1 punt dat je al heel aardig aan bent. Want dan heb je Scheveningen. Dan kan het zomaar zijn dat je het nog in eigen hand hebt. Maar we kunnen er allerlei theorieën op loslaten. Uiteindelijk moet gewoon iedereen naar zichzelf kijken. En je moet gewoon niet verliezen daar. Inderdaad. Je bent een ervaren trainer. Tussen de neus en lippen door zeg je, ik doe heel veel op ervaring. Hoe bereid jij je voor als trainer op een wedstrijd? Ja. Ten eerste is het zo dat trainers zijn net zoals wijn, zeg ik altijd, maar die worden alleen maar beter en beter. En die ervaring die je hebt, die kun je zeker toepassen. En daarom ben je best wel stabiel als je wat ouder bent en meerdere clubs en op allerlei niveaus en ook in het buitenland getraind hebt. Ja, en hoe bereid je je voor? Dat verschilt ook per cultuur, per club en zoals wij ons voorbereiden. Ja, daar ben ik super tevreden over met een goede spaghetti maaltijd, met donderdag een gerichte training. En zaterdag een ruimschoots op tijd bij de tegenstander om alles in alle rust voor te bereiden. Dus ja, nee, ik ben daar zeer tevreden over. En hoe bereid ik me voor? Ja, eigenlijk niet anders dan anders. Oké. Hey, nog minimaal 2 wedstrijden hier bij DVS. Al plannen voor volgend jaar? Ben je al benaderd? Ik heb heel veel plannen voor volgend jaar. Maar, op voetbalgebied? Nou ja, ik ben met Topsport for Life en Triple Double ben ik samen bezig om wat congressen te organiseren in het buitenland. En daar zijn we nu al een paar keer geweest. En als zich dat verder doorontwikkelt, dan kan dat een hele mooie job zijn. Maar daarnaast heb ik zeker de ambities om nog een mooie club te trainen, mits die mij past. Oké, nou eerst op naar Lisse en de 3 punten mee naar huis.
van wedstrijd naar wedstrijd. En ja, wat ik zeg, niet verliezen is heel belangrijk. Inderdaad, heel veel succes daarbij aanstaande zaterdag. Dankjewel.